Richard Groenendaal, we zijn hier vandaag op de presentatie van het Ridley-team, waar jij de sportdirecteur wordt. Ik moet zeggen, het was een indrukwekkende presentatie, maar echt wel een ploeg met een visie. Is dat ook hoe ze jou hebben overtuigd om aan boord te komen? Jazeker. Een losvast verhaal. Stap ik op mijn leeftijd niet meer zomaar meer in natuurlijk, maar... Nee, de visie en de omkadering waarin, ja, als ik puur naar mezelf kijk, dan echt in een veilige omgeving kom. Hè. Dus er is ook voor mij als sportief leider of adviseur een vangnet waar je op iedereen terug kan vallen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Ervaar jij het ook als een ploeg, ja, het type ploeg dat er nog niet echt was? Zo presenteren ze zich hier vandaag. Is dat ook hoe jij het ziet? Ja en nee. Uiteindelijk gaat het in principe nu even sec over de veldritploeg, waar we mee beginnen. Daarop volgend gaan we het gravelseizoen in. En uiteindelijk is de bedoeling om die hele piramide, die samenwerking met UnoX, de opleidingsploegen, het mountainbike team van Brentjes, om dat helemaal stand te geven. En dat gaat tijd vergen, dus dat kun je niet van op een op andere dag zomaar doen. Dus, voorlopig zal het vooral rond Joris draaien dan. Ja. Hoeveel tijd heb je nodig gehad om erover na te denken toen hij kwam aankloppen? Ik heb daar een paar dagen wel voor nodig gehad. Eerst om het even te laten landen. En toen de vraag kwam, ja, dan is het natuurlijk oké. Okay, ik voel mezelf daarin vereerd. Ik ken Joris vanuit de Rabobank opleidingsperiode. Alweer heel lang geleden. Joris heeft intussen al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Die is al veel verder dan ik ooit ben geweest, bij wijze van. Hebben we ook tegen elkaar gezegd van ik ben anders dan in die tijd. En Joris is zeker anders dan in die tijd. Het niveau waarop je moet praten is ook anders. Maar uiteindelijk gaat het over hetzelfde spelletje. Het veldrijden met de start en de finish. En ze starten allemaal tegelijk. En degene die het eerste bij de finish is, die wint. Dus heel simpel. Ja. Maar het is niet voor niks dat hij komt aankloppen. Jullie hebben wel goede herinneringen samen. Kan je daar eens iets over vertellen? Hoe lang kennen jullie elkaar en hoe ging die samenwerking in het begin? Hoe is die geëvolueerd? Ja, goed. Kijk, in de opleidingsperiode bij Rabobank was het zo. Dan was ik samen met Nico van SD het veldrijden en ook het wegprogramma voor een deel. Maar in die tijd begeleidde je een jongen van A tot Z. Dus die pikte je op, die ging je mee praten, gesprekken met ouders, met de renner. Je werd individueel trainer, dus ook echt trainingsschema schrijven. En dan ga je met zo'n jongen 1, 2, 3, 4 jaar werken. En dan in de hoop hem professional te kunnen laten worden. Nu is dat compleet anders. Maar wat Joris echt vraagt is, en wat ik ook wel geloof waar hij gelijk in heeft. Wat ik hem kan brengen in deze winter is de ervaring in en rond een cross. Ik weet, als heel veel anderen misschien, maar ik ben een van degenen die weet wat er tijdens een cross met de renner gebeurt. En wat er nodig is, welke informatie dat nuttig is, welke informatie niet nuttig is. En dat zocht hij vooral, ja. Hoe belangrijk is dat, dat er een persoonlijke klik is? Dat is zeker belangrijk. Dat is alleen maar een plus. Kijk, je kan zoiets zeker doen puur zakelijk. Dus zeggen van dit is het, we gaan het zo en zo doen. En waar heb je behoefte aan? Ik zie het zo. En tijdens de wedstrijd coachen. Maar als er een persoonlijke klik is en je kent elkaar wat beter inhoudelijk, dat geeft overal in op alle facetten meer rust en vertrouwen. Ja. Want vertrouwen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Ja. Als je dan nog in een project wilde instappen, wat waren dan de pijlers die voor jou aanwezig moesten zijn? Voor mij belangrijk dat ik, zoals ik zeg, echt puur sporttechnisch de dingen hoef te doen. Dus geen managementtaken, organisatorische taken, geen sponsorperikelen of iets dergelijks. Zeker niet. Maar gewoon dat ik me met de renners kan bezighouden richting de wedstrijden, wedstrijdkalender en wat trainingen. En dat is het eigenlijk en dat de rest gewoon geregeld is. Ja. En dat lijkt inderdaad exact waar Joris nood aan heeft, want het is natuurlijk nog maar recent terug crosser, hè? Ja, in mijn periode toen ik bij Paul Sauze zat, kwam eigenlijk de vraag en was de periode dat Joris de handschoen weer opgenomen heeft, zeg maar, om crosser te worden. Is uiteindelijk bij Trek, bij Sven Nys terechtgekomen en perfecte draad weer opgepakt, kunnen pakken, goed gesteund en geholpen.
En ja, nu zijn hun uit elkaar en er is weer ruimte voor een andere ploeg. Ja. Hoe heb je dan als buitenstaander toe naar zijn evolutie teruggekeken? Was dat iets waar je altijd wel geloofde al dat in hem zat? Geloven zeker. Ik ken de capaciteiten van Joris. Ik kende de capaciteiten heel goed vroeger. Maar ik weet ook dat de sport intussen ook heel erg veranderd is. Het materiaal is echt wel nog meer doorgegroeid. De manier van koersen is ook wel veranderd. De parcoursen zijn ook mee veranderd. Dus de sport verandert ook continu. Hij heeft jaren alleen op de weg gekoerst. En er zijn voorbeelden van waarbij het niet gelukt is natuurlijk om weer die comeback te maken in het veldrijden. Dus ik heb dat wel met argusogen gevolgd. Ja. En ook gespannen wil ik niet zeggen, maar ik was er ook wel heel benieuwd naar. Ik geloof in zijn kwaliteiten, maar dat wil niet zeggen dat het lukt. Dat ik ervan overtuigd was 100% dat het ging lukken. Ja. Ja, het inderdaad, er zijn gevallen waarbij het niet gelukt is. Waarom lukt het bij Joris dan wel? Is hij gewoon zo sterk? Of op welke manier maakt hij het verschil? Ik denk vooral, één, zijn kwaliteiten, wat je zegt. Maar twee, dat hij ook het echte keuze heeft gemaakt om heel bewust voor de volle 100% die overstap terug te maken. En met half-half of 60-40, daar gaat het al niet meer. Maar hij is ook met alle respect in een hele goede omgeving terechtgekomen toen ook. Dus dat heeft hem ook gesteund. Hij heeft eigenlijk uit de schaduw zichzelf weer op kunnen werken bij Nice. Ja. Ja. Is dat ook typisch Joris? Echt die keuzes maken, die knopen doorhakken? Het is zelf ook wel iemand met visie, lijkt het mij. Jazeker. Hij is een heel wel overwogen, verstandige keuzes en inderdaad een verhaal en visie daarop volgend. Ja. Ja. Waar kijk jij er naar uit om terug aan die zijlijn te staan nu? Twee dingen. Ene kant leuk, spannend en zin in. En op zoek weer naar die adrenalinekick. Als iets wel lukt of een plan dat je bedenkt. Maar aan de andere kant ook wel heel nerveus. Ja. Dus lukt het wel? En begrijpen we elkaar nog? En dat zal denk ik wel een aanpassingsperiode hebben. Daar ben ik mezelf ook wel bewust van. Ja. Dat is omdat je dan zelf een winnaar bent, dat je die lat voor jezelf toch ook wel hoog legt? Nou, voor mezelf. Ik zie het meer als een verantwoordelijkheidsgevoel naar de renners toe. Die renners doen er alles aan. Die zijn daar echt 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig. Trainen, voeding, slapen, noem het allemaal maar op. En dan ben ik het een heel klein onderdeeltje daarvan tijdens de wedstrijden, voor de wedstrijden, na de wedstrijden, wat trainingen die een renner nog een heel klein beetje kan helpen. En dat probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. En dat zorgt voor mij ook wel voor wat spanning en druk. Ja. Ja, wat zijn de verwachtingen dan zo van Joris vanuit de ploeg uit? Vanuit de ploeg, verwachtingen. Ja, de verwachting en de hoop dat hij zijn maximale dingen eruit kan halen. Net als hij hetzelfde kan doen als vorig jaar, dan is het eigenlijk al goed. Hè? Maar aan de andere kant waren dat ook hele hoge en grote prestaties. En het is ook heel moeilijk om die sowieso al te evenaren. De verwachting niet, maar een doel is het wel om dat zeker te doen zoals het vorig jaar was. Ja.